Gefeliciteerd. Jong Sparta wint vandaag met 1-0 van Scheveningen. Was dit een terechte overwinning? Als je kijkt naar het spelbeeld wel. We hebben veel kansen gekregen. Jammer genoeg niet afgemaakt. En dan richting het einde wel gewoon kunnen prikken. Waar komt dat door, dat je die kansen niet afmaakt? Een beetje slordig in de laatste fase. Ja. De keuzes aan de bal, het niet goed vrijkomen voor de goal. Maar ja, daar trainen we gewoon op. Je weet van Scheveningen, dat was eigenlijk van tevoren al bekend, die spelen best wel verdedigend. Hoe kan je daarop anticiperen? We wisten sowieso wel dat we veel aan de bal zouden zijn. Onze gameplan was gewoon hetzelfde als altijd. Boys tussen de lines krijgen, boys in de diepte krijgen. Is vaak gelukt, alleen dan ben je slordig in de eindfase. Ja, ik denk wel dat je ook gewoon genoeg kans hebt gehad. Dus je hebt wel de mogelijkheid om voorop te komen. Maar ja, dan maak je gewoon niet af. Uiteindelijk lukt het je wel, dan win je gewoon. 10 minuten voor tijd valt dan die bevrijdende 1-0. Hou je geloof erin dat die treffer nog gaat vallen? Ja. Ik was altijd. Ik had altijd gewoon vertrouwen in. Weet je. Als je gewoon kijkt naar de spelbeeld, waren wij gewoon bovenliggende partij. En uiteindelijk valt die goal en dan win je gewoon. In de eerste 5 wedstrijden wonnen jullie 1 keer. Nu winnen jullie 3 keer uit de laatste 4 wedstrijden. Is daarmee het lek boven? Kan je het herhalen? In de eerste 5 wedstrijden wonnen jullie 1 keer. Dat was een beetje een moeizame start. Nu in de laatste 4 wedstrijden gaat het beter, waarin je 3 keer wint. Waaronder van een topploeg als de Treffers. Is daarmee nu het lek boven voor Jong Sparta? Ik denk het wel. We zitten allemaal in ons element. We hebben er allemaal geloof in dat we bovenin kunnen draaien. En daar zijn we gewoon mee bezig. Merk je voor jou persoonlijk? Hoe gaat het bij jou persoonlijk dit seizoen? Ik voel me goed. Ja, zoals je zegt, de laatste paar wedstrijden gewoon goed gespeeld. En ik moet gewoon die stijgende lijn doortrekken. Voel je zelf ook dat je stappen begint te maken? Ja. Kijk, als je tenminste als verdediger is met taak om de nul te houden. En daarna mijn middenvelders, dus aanvallers, ondersteunen met goede ballen. Dat lukt mij best aardig. Dus gewoon daarmee door blijven gaan en dan weet ik zeker dat ik wel kom. Wat zijn er nog punten die jij moet verbeteren om die stap naar het eerste elftal te kunnen maken? Ja, dat kan ik niet zo zeggen. Dat weten de trainers. Ik voel mezelf gewoon goed. Ja, je geeft me ook de steun, de vertrouwen. Dus ik denk gewoon werken aan mijn zelfvertrouwen, werken aan een beetje ervaring opdoen. En dan kom ik er wel. Je bent zelf ook international van Togo onder 23. Daar heb je afgelopen week wedstrijden mee gespeeld. Hoe ging het daar zo? Geen goed. We hadden de eerste wedstrijd, jammer genoeg 1-0 verloren in de laatste minuut. En dan de tweede wedstrijd speel je op in je eigen land, thuis basis. En dan krijg je ook de vertrouwen van de fans, van je volk. En als je alles geeft, dan ga je uiteindelijk winnen. En dat hebben we gewoon gedaan. Hoe is het voor jou om voor je land uit te komen? Ja, ik ben er trots op. Weet je. Ik ben blij om mijn mensen, om mijn landgenoten blij te zien. Uiteindelijk wil ik ze gewoon vertegenwoordigen op het hoogste niveau. Zaterdag wachten we weer de volgende wedstrijd uit tegen IJsselmeervogels. Heel veel succes dan weer. Dankjewel.